Hallo kijkers van Shine Sprite, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle. Sandring en Milanink zijn in de Coastlands. En Sandring is weer met zo'n kut-cutscene bezig. Sandring is weer met zo'n kut-cutscene bezig. Ik ben bezig met het verslaan van de Chatterd. Want die moeten verslagen worden. Lief Chatter. Ik zal best. Gaan ze nog meer. Nou, volgens mij heeft iedereen in deze game Chatter. Jezus, man. Jezus, ik druk op A. Rustig blijven, Sander. Maar ik druk op A. Ik liet het zien helemaal. En zo. Je liet het helemaal zien en zo? Kijk. Ik druk op A. Drukking op A. Wat zie je? Oh, no. Games way, ja, boeien. Yeah. Boeien. En waarom heet ik niet Sandring in deze game? Ja, Sandring. Waarom heet je niet Sandring in deze game? Oh, dit is zeker gelinkt met je Nintendo account. Een Nintendo account heet ik Games way. Dat zou kunnen. Of je wel gewoon Shameless Plugging. Dat kan ook. Yo, talking about Shameless Plugging. Ik doe zo'n serie op mijn kanaal van de Lightning en dat vindt iedereen leuk. Dat zou je wel leuk moeten vinden, ja. Dat is niet waar dat iedereen het leuk vindt. Maar als je een intellectueel bent, vind je dat wel leuk. Precies, Eng. Eens. Ik ben zo'n eens, Eng. Nieuwe quest. Ik ga eens naar een nieuwe quest. Request. Want het is zo'n quest opnieuw. Oh ja, ik moet niet hoog vallen. Oké, dat was geen damage, maar alsnog. Je moet niet hoog vallen. Nee. Want dat doet auw in deze game. En auw in deze game is niet chill, want dan ga je dood. En doodgaan in deze game. Je zou zelfs kunnen zeggen dat auw in deze game auw is. Yo, ik ben Bosley. Zeg dan gewoon dat je op een Bonsly wil lijken. Getting help from a choke. Oh. Show me iets completed. God. Nee, dat stond er niet hoor. Completed, godver. Dat moest. Sowieso dat die zit. Freaking. Hoezo ziet hij mij? Want freaking. Omdat hij zo'n loser boy is. Haha, die met choken, die had ik van achter. Die choked hem. Oh, je houdt wel van het achterpakken van mijn chokes, of niet? Nou, nee. Als het niet hoeft. Maar bij deze moest het. Nou. Ah. Ga wel weg hier. Sandring is een beetje boos op de game. Hebben jullie het door? Nee. Kijk buiskindertjes. I like to do some shopping. Wist je dat shopping zo'n leenwoord is? Ja, dat klopt. Nou, dat is niet helemaal hoe leenwoorden werken. Heb me er maar niet uit. Het is wel zo'n Engels woord. Dat wel. Ja, Engels woorden zijn ook cool. Ook niet Engels alleen woorden, maar gewoon Engelse woorden, zeg maar, mogen bestaan. Precies. Lief, hè? We hebben ook bestaansrecht. Sandring is heel lief. It's amazing. Nee, hey! What the frick? Zo ver stond ik ook niet weg, gozer. Ik heb tegen de game, maar ik zeg gozer tegen de game, dat is niet logisch. En ik ben dood, kut, sorry. Heverdorie, Sandring is dood. Ik had een Duskstone bij me, ik had fucking... Murkrow, lijp kunnen evolueren. Oh, en die Satchels worden niet opgepakt. Nope. Hé, wat een narigheid, zeg. Nee, het is een kutzooi. Oh.
Oké. En ik heb ook die merit points niet, dus ik kan ook niet. Want dat kunnen wij niet, want we hebben niet online. Of, nou ja, ik heb het in ieder geval niet online. Ik weet niet of het niemand heeft in deze versie. Nee. Helaas niet, denk ik. Shippies. Number you've evolved? 2? Hoe heb ik 2 die wordt geëvolved? Kan toch nooit? Huh? Oh. Ja, of jij hebt magische poeder gebruikt. Blijkbaar. Of je hebt gecheat. Dat is een nog veel groter aannemelijke situatie. Hey, heet ik Paddy toevallig? Oh nee, je hebt niet toevallig Paddy. Nou dan. Er was niks van toevallig. Dan heb je antwoord op je vraag of ik cheating heb. Oh, dat is waar. Want jij bent niet zo'n cheater boy. She said see you cheater boy. I said see you later boy. Ik hoor een nieuwe Calvin Slugma aankomen. En ja, dan moet ik veel footage hebben van die Padmeister. Nee, nu zijn we wel heel erg aan het shaming. Ja, die zit in deze game, dus dat mag gewoon. Shaming? Ja, die zit in deze game. Tuurlijk, dit is niet formal. Joke me daddy, ga even in dat pokeballetje, oké? Deal. Wacht, wie? Maar Joke me daddy? Is dat een nieuwe Pokémon? Oké, maar Joke me daddy ziet me niet. Nee, dat is gewoon... Is hij blind? Ja, ik zit verstoppend. Ik ben net als die wc van die Belgenmop. Verstopt. Lol. Walling. Sandering. Vind ik altijd fijn om te zeggen. Snap ik. Vind ik ook altijd fijn om te horen. Dus. Ik weet nog wel dat je eerst had gezegd. Wat? Wat heb ik gedaan? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. What the freaking... Oh, nu ziet hij me wel. Nu gaat hij me aanvallen. Freaking. De koning der freaks. Nee. Het lijkt net alsof je een poep bent als je dat doet, joh. Boom! Kaboom! Ik heb een machoke. Een machoke, mijn daddy. En bijna ook nog zo'n machop. Die had ik volgens mij al op tegen. Job. Oh, die heb ik ook nieuw, joh, gek. Waarom zeg ik zo vaak gek? Dat is niet lief. Dat is niet zo'n lieving. Jij bent zo goed in Engels. Ik ben zo trots. Echt niet te doen hoe goed ik ben in Engels. Je wordt er eigenlijk gewoon een beetje bang van. Ja, nee, dat was ik ook. Dan ben je ook zo'n... Maar ik durf dit niet te zeggen, want ik was bang voor je. Wow. Bankception? Is dat hoe dat werkt? Wacht even, straks hoort hij met champ, met choke. Hey, met champ, hier is die. Nou. Oh ja, maar ik moet niet vergeten dat stenen en bomen in deze game dik zijn. Wow, vet shaming hier naar bomen. En rocks. Hoe ziet hij me? Ik zat achter de steen. Dan ineens zijn ze niet vet dik, oké. Dat is dubbel op trouwens. Vet dik? Oh, ik wou springen. Toen drukte ik op B, dat is in deze game niet springing. Nee. Hoezo veranderen ze dat ook elke game? Ja, laten we zeg maar de controls elke keer veranderen, zodat je geen twee games achter elkaar kunt spelen. Eerlijk is eerlijk, ik vind de Scarlet en Violet wel betere controls. Maar dat komt ook omdat ik niet zo heel erg fan ben van het gooien van Pokéball mechanic gebeuren in deze game. Nou, ik ben wel meer fan van deze outbreaks dan van die van dinges. Ja? Oh, ik weet niet. Nee, wat is dat voor... Hoe ver wil je ze uit elkaar laten spannen, gast? Ja, maar er spannen er wel veel meer dan vier tegelijk. Ja, maar... Dat je zo lang moet wachten. Of zo ver
zo'n grote area heb, dan heb ik liever gewoon 4 en dan... Boeien. Nou. Duidelijk. Eevee, ga gewoon dood, jongen. Kutbeest. Eevee, ga gewoon beest in de kut. It's confirmed. My landing do not want in the Eevee alive in. Boy, joh. Goeie kop. Voor een krantenartikel. Dat dacht ik. In een Engelse krant, om wel te verstaan. Ja, maar... Oh ja, dat is voor de kijkertjes misschien wel even goed om te zeggen. English Drifloon. Oh. A perfect picking. Catch a Geodude to give to Dacia. Geen goed, hè? Huh? Ja, dat ging goed. Nee, want ik heb hem nog... Silene. Jeroomy. Craft a Pokéish Doll. Wat krijg je een Pokéish Doll? Oké. De Will-O-Wisps. Huh? Maar je hebt twee. Oh nee, je hebt Eerie. Catch the Mysterious Red Will-O-Wisp. On a windswept run at night. Oké. Het is weer tijd dat ik de... dat ik level 4 moet gaan worden. Nou, dit wordt echt kut, want het gaat super lang duren. Daardoor kan jij me elke keer inhalen, omdat jij meer Pokémon afhangt dan ik. Gone astray in the Mirelands. Nou, daar heb ik sowieso nu niks aan. Eerst eventjes. Nog voor de mensen thuis. Ik zal nog even wat van de regels van deze serie uitleggen. Dat hadden we al gedaan, maar ik dacht, weet je, we zijn alweer een paar afleveringen verder. Het is zo, wij moeten alle quests dus, die er zijn, moeten we dus gedaan hebben. Fuck, oh, joh, hebben we al 4 landjes gedaan? Oh nee, 3. Alle quests tot Folo. Dus alles wat er na Folo komt, dat hoeven we niet te doen. En de eindbattle is zeg maar Folo. Ja. Dan mag je die wel doen voordat je de ding hebt gedaan. Voordat je de quests af hebt gerond. Maar je moet gewoon alle quests afgerond hebben die je krijgt totdat je Folo moet bevechten. Had je nou die camp? Ja. U-Chess Starly, oké. Ja. Oh, ik wil fastballs kunnen kopen, want dit is zo kut. Fastballs, die bestaan niet in deze game, toch? Ja, of hoe heet die kutballen? Featherball. Ja, maar dat zijn toch fastballs? Of noem je ze sloom, hè? Ik noem ze niet sloom of fast. Goodie. Yori ought to still be somewhere nearby. If you find him, please tell him to come back. Pak ze allemaal. Oké, sorry. Ik dacht dat hij hier ergens was. Dat kan ook niks zijn. Dat heb je niet goed gedacht. Nee, dat merk ik. Een sticky blob? I do love the sticky blobs. Nee? Nee, die niet. Oh ja, natuurlijk, ik zie mijn maaier. First in the zo. Wat zonde, als ik wist dat ik die dat ding had, die steen, om een dingetje te evolven. Dat had wel cool geweest. Dan had ik het echt meteen gedaan, maar ik wist oprecht niet dat ik die nog had, joh. Eilandje. Zit
daar niet is, dan weet ik het echt niet. Chansey. Dat ik Chansey nog niet shiny heb in dingen. Ik heb echt 500.000 verslagen, joh. Ja. In Scarlet. Ja, ik snap toch wat je bedoelt. Ja, maar de kijkertjes ook. Ja, als er zo'n Smarty Pants bij zitten, dan snappen ze dat wel. Ja, dus dan heb je al een probleem. Want je hebt ook Jordi die kijkt. Nee, grapje, Jordi. Oh, dit is level 51. Nee, fijn. Sowieso dat hij niet gaat zitten. Hij gaat zitten, Sander. Ik geloof niet. Ja, het is een hoge ding. Nee, volgens mij kan dat ook niet als ze te hoog level zijn. Oké. Okay. Dat is pech, dus toch weg. Dat is pech, dus toch weg? Misschien is het niet slim om deze nu te verslaan. Alhoewel wel veel XP. I like to do some shopping, man. Waarom kan ik nog steeds niet de coole ballen kopen? Let's return to normal. That's so fine. Check summary. We have the host of physical attack. Oh, I think oprecht dat Storm wat hier nog even wat kan doen. Swap in. Swap in the blade. Akkertjet is maar. Akkertjet is ook slecht. Hoe zit jij erin in de game, Sander? Wat? Hoe zit jij erin in de game? Weet ik niet, hoe bedoel je? Gewoon hoe je erin zit. Gaat het goed? Gaat het slecht? Nou, slecht. Waarom gaat het slecht? Nou, mijn enige goede physical attacker. Die heeft dus zeg maar. Geen goede physical attacking moves. Dat is inderdaad best wel vervelend. Thunder Punch? Nou, ik ben zo klaar. Fuck jou, Chansey. Ik ga wel wegrennen, joh. Oh, ik kan hem echt nog één keer softboy moeten zien doen. Oh, daar is zo'n man met zo'n chatbot. Dat is voor de camp. Ik dacht dat ik hier echt voor... Zo net was. Ja, misschien moet je daar Arcanine voor gedaan hebben. Ja, maar 5 minuten geleden had ik Arcanine ook gedaan. En ik ben hier nog geen 5 minuten geleden geweest, dus... Oh, oké, okay, sorry. Wat? Nee, ik ben niet boos. Hoezo frame je mij in een boos zijn? Ik frame je helemaal nergens in. Je zegt dat ook... Nou, sorry, ik weet niet dat je kwaad werd of zo. Nee, of iets met boos. Iets met Tim Hofman of zo. Tim Hofman. Ganging the Garring heeft een nieuw move. Nee, dat klopt niet, want het is een hunter. Ja, bla bla bla. Nog 500 jaar cutscene. Oh, vraagteken. Komt ook nog. Zwart beeld. Oh, een camp. Nou, dat is fijn. Een nieuw base, joh. Lavington, wat leuk dat jij hier ook bent. Ja, weet ik. Ja, leuk dat jij hier ook bent. Blij dat je hier bent. Van een liedje. Ja, van Bluff met die bel. Die landen die pittig salty zijn. Ja. Come on, balloons. Take the adorable balloon race. Nou, als jij het zegt. Heb je die al gedaan? Ja. Frick.
Zie, ik loop echt achter. Dat jij uiteindelijk veel meer... Nee, ik denk dat jij veel meer quests hebt gedaan dan ik, hoor. Oké, vind het true. Ik press X. Doe dat? Ook, maar ik drukte ook gewoon op X, want waarom niet? Nee, niet missen. Hoeveel moest je? 25 of zo, volgens mij. Nee. Oké. We moeten gaan voor die 25. Als ik het goed heb begrepen, dan moeten we dus zo'n 25. Dus daarvoor moeten we gaan voor 25. Nee. Tip. Ga niet missen, Sander. Oh, oké. Is dat een goede tip? Fijn, hè. Dat ik zo'n soort tips kan geven. Shandering is zo slim. Die geeft zulke goede tappings. Ja. Kan die zelf nog wel van leren. Nee, dat valt wel mee. Nog 15 seconden en ik moet nog 1. Denk ik. Oké, ik ga nu voor de 30. Want straks moest ik gewoon 30. Nee! Dat gaat niet lukken. Voorzichtig ging. Ik heb een 29 en volgens mij... Ik hoop dat het gelukt is. Dat hoop ik ook. Een reward. Een grote mantine, holy shit. Het is gelukking. Was het niet precies 3 dingen die ik nodig had voor een ander mission 1? Dat zou mooi zijn. Ha! Stopping. Ah, dat is weer die completed shit show. Nu bij Sandring, completed shit show. Voor de shows waar gecomplete wordt. En shit. En shitting is. Of zo. Lol, ik werd gedat, is niet aardig. Huh? Ik zei van. Ik zei shit show of zo. En toen zei Siri: dat is niet aardig. Oh, ik denk. Huh, heb je per ongeluk op start streamen gedrukt? Of, nee. Of is iemand in jouw chat nu die ding aan het doen? Nope. Maar je bedoelt... Oké. Siri die zei gewoon weer dat is niet aardig. Ja, oké. Crafting patch. Waar staat die? Crafting patch. Kan ik al die shit craften? Nee. Of kan je die shit al patchen? Dat zijn goede vragen die wij stellen. Kan ik die kopen? 5 euro. Echt. Want dat heb ik wel. Buy items. Ja, voor 5 euro. Want dat zeg maar. Nee. Erkenning not coping. Dat was Oh, wacht. Misschien. Zit die hier een in? Nee. Hoe heb ik geen woed? Hoe krijg je woed in deze game, joh? Er ligt bij... Ja, hoe simpel het ook klinkt. Bij de bomen in de buurt ligt vaak wel veel woed. Nou, ik heb al mijn woed gevonden. Weet je, ik moet heel nog naar de wc. Zullen we deze part gaan beëindigen? Hij zegt ondanks dat hij 25 minuten is. Ja, nee, dat vind ik niet. Ik moet zo nodig. Ja, maar ik denk niet. Nee, ik denk niet dat dat leuk is, zeg maar. Wat ben jij een haterboy? Nou, laten we dan maar even resten. Okay. Nee, maar je mag ook tijden. Je kunt ook tijdens de aflevering. Ja, weet dat, je? Dat snap dat ik is... dat dan mag. Nee, maar anders doen we dat wel. Dan ga jij nu ja, tijdens de aflevering. Ja, bedankt voor het tijd voor deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende keer heb ik geboekt. Nee. En dan ben ik bij de volgende aflevering. Adios, amigos.